Goedenavond iedereen. Welkom bij een nieuwe update. Waar ga ik vanavond over praten? Over ja, wat heeft het veroorzaakt dat Bitcoin sterk gestegen is en vooral naar welke levels kijken we nu? Is het een fake-out of gaan we naar hogere levels kijken? Indien het een fake-out is, ga ik ook uiteraard de lagere levels aanduiden die belangrijk zijn. Verder ga ik ook enkele projecten in de kijker zetten, vooral crypto-projecten dan toch, die in de komende dagen of weken toch in de gaten gehouden gaan moeten worden, zowel voor ja, stijgende prijslevels, maar ook dalende prijslevels. Wat zijn de belangrijkste coins qua token unlocks? Zijn er belangrijke upgrades voor bepaalde projecten? En welke prijscorrelatie is daarmee gerelateerd? Daar ga ik naar kijken vandaag. Maar eerst wil ik even praten over dit. We hebben vandaag een belangrijke aankondiging gedaan in ons Discord-kanaal. En daarom wil ik ook de mensen van Cryptek of het team van Cryptek verwelkomen. Ik ben zeer verheugd om jullie bij in het team van Trade Premium te hebben. En ik ben ook heel verheugd in het vertrouwen dat de mensen hebben gehad van Cryptek om hun leden naar onze community te fusioneren. Waarom heb ik voor Cryptek gekozen of waarom ben ik ermee in contact gekomen? Omdat ik zie dat ze dezelfde passie hebben waar Trade Premium ooit mee gestart is. Trade.be is ooit begonnen, ook volledig vrijblijvend. En na het besef van dat we het er meer konden uithalen, zijn we ook met een betalende subscriptie begonnen. En dat is volgens mij ook een hele belangrijke. Voor de mensen die niet weten hoe Trade Premium werkt, Trade Premium gaat eigenlijk een betalende subscriptie vragen voor het premium gedeelte uiteraard. Maar die winsten, zal ik maar zeggen, of de betalingen die we daarvan krijgen, gaan wij volledig terug herinvesteren in dataplatformen zoals CryptoQuant, Glassnode, Into the Block. Noem maar op, dus heel veel platformen om eigenlijk info te gaan vergaren die jullie ten goede komt. Dus wij gaan totaal niks van deze fondsen gebruiken. Als we fondsen te veel hebben, gaan we die eigenlijk gaan bufferen voor bear markets, zodat wij elk jaar opnieuw de beste accounts kunnen gaan voorzien om onze informatie gaan uit te halen en deze ook aan jullie te tonen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van Trade Premium. Wij doen het met heel veel passie. Ik durf ook wel te zeggen dat we al vrij veel bereikt hebben en dat we toch wel expertise hebben. En ik ben me er ook van bewust dat er onder de leden van CryptoTech of CryptTech best veel mensen met expertise zitten. Dus welkom en bedankt voor jullie vertrouwen. Waar ga ik vandaag eerst mee starten? Het is heel grappig om te zien dat er vorige week nog geroepen werd door YouTubers, crypto-YouTubers, dat we naar 10k gingen, dat we naar 15k gingen. Dat kan nog altijd. Ik zeg niet dat dat zeker geen mogelijkheid is, maar ja, ze keren met de wind als het nieuws verandert. En het is gewoon heel belangrijk om realistisch te blijven. Mijn ultieme low zit rond die 22k voor Bitcoin. Ik had vandaag ook net op tijd een update gepost op de 4 uur en die gaan we dan ook vandaag overlopen. Daar ga ik niet meteen mee beginnen. Ik ga even kijken wat we vandaag hebben gezien van grootste stijgers. Dus deze ga ik even delen met jullie, zodat je daar al een idee van krijgt. Even geduld, een secondje. Voilà, wat zien we hier? We zien hier dat Solana vrij goed gegaan is, dat Bitcoin Cash vrij goed gegaan is. Bitcoin heeft vandaag een 7% gedaan, wat super positief is. Gaat Bitcoin kunnen doorzetten? Dat is nu de grote vraag. Of gaan we terug retracen om die correctie te hebben? Dus het is alleszins goed dat we stijgen en dat we eigenlijk van die lows weg zijn. Dus we hebben daardoor veel meer ruimte om terug ja, higher lows te gaan opbouwen. Of higher highs zelfs. Dus dat is zeer positief. Ethereum heeft ook een 5,3% gedaan. Dus in het algemeen zien we dat ja, zo goed als alles in het groen zit. Wat toch wel positief is. Hoe komt dat nu juist? Ja, de meesten onder jullie zullen dit wel weten. Maar ten eerste is dit de eerste factor geweest die daartoe geleid heeft dat Grayscale een
een rechtszaak heeft gewonnen ten opzichte van de SEC en dat er nu een nieuwe review zal zijn van een spot-ETF. De spot-ETF is lang nog niet goedgekeurd, maar ze hebben nu eigenlijk de opdracht gekregen, of de SEC heeft de opdracht gekregen, om hun spot-ETF terug opnieuw te bekijken met de juiste standpunten die wel kloppen. Dus alleszins een zeer positieve zaak, maar aan de reactie alleen al te zien is dat heel belangrijk om rekening mee te houden. Het fundamenteel aspect van dat mensen het zeker in de gaten houden, dat het nieuws, zulk nieuws, het is nog niet eens een spot ETF die goedgekeurd is, maar dat zulk nieuws sterke prijspomps kunnen gaan veroorzaken en dat je nooit alles in een out moet gaan allokeren. Dus het is altijd goed voor een deel in Bitcoin te hebben, maar je risk of te gaan bepalen als we hogere prijzen hebben. En zo eigenlijk continu als een soort van lager systeem, lager in te schalen, hoger uit te schalen. Dus heel belangrijk om dat te doen. Was het volgende? Dat Elon Musk voor Twitter dan toch een licentie heeft verkregen om zowel crypto te transfereren, te traden als op te slaan. Dus dat is ook heel positief. Dat zou heel veel gebruikersadoptie te veroorzaken. En daarom is dat volgens mij de belangrijkste reactie van vandaag. Dat Twitter eigenlijk... Twitter heeft een heel groot bereik. Dat is een beetje vergelijkbaar bij Facebook. Dus ik ben daar super positief over. Alleen gaan we zien hoe Elon Musk dit gaat aanpakken met Twitter zelf. Hoe hij het gaat eigenlijk vermarkten. Dus dat is een hele belangrijke. Je kunt dat hier zien. Dat Elon Musk de licentie verkregen heeft. Dus hou dit ook zeker in de gaten. Welke zaken gaat hij aanbieden? Gaat hij Bitcoin, Ethereum aanbieden? Gaat hij ook Doge aanbieden? Dat zijn allemaal zaken die toch wel in het achterhoofd gehouden moeten worden. En die we ook in de charts moeten gaan terugvinden om daar rekening mee te houden. Wat is dan nog een hele belangrijke in mijn ogen? Eens even kijken. September komt eraan. We hebben de monthly close binnen 2 dagen. En dit is ook wel een belangrijke om rekening mee te houden. Als we gaan kijken naar augustus, dan hadden we eigenlijk doorgaans gemiddelde maanden. We hadden wel enkele slechte maanden in 2010, 2015 zaten we met 10%. Hier zaten we in 2016 met min 8%. Maar in september zie je over het algemeen een vrij negatieve maand. Dus dat moeten we sowieso in het achterhoofd houden. Dat september doorgaans een negatieve maand is geweest. Het is daarom dat we nu ook moeten opletten met deze euforische fase die er zich op dit moment bevindt door de nieuwsgerelateerde dingen die er opgedoken zijn vandaag. We gaan ook eens even kijken in de charts wat daar belangrijk is. We gaan er ook ineens aan beginnen. Zonder oponthoud, laten we ermee starten. En dan zie ik jullie dadelijk terug. Bye bye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, liftoff. We hebben liftoff. Goed. Laten we het scherm delen dat ik wil delen. En dat is vooral de charts die we moeten gaan delen. Uiteraard. Voilà. Dit is het chart op de 4 uur. We hebben vandaag deze prijspump gezien. Was hier heel belangrijk aan. Als we even gaan terugkijken naar onze zones die we te straks besproken hebben. En dan kunnen we gaan zien van ongeveer hier. Wat hebben we toen gezien of wat was toen het verhaal dat we aan het breien waren? We zien dat de average daily range hier rond de 25.308 zat en tussen de 26.905. Wat is de average daily range? Dat is eigenlijk de gemiddelde volatiliteit die er op een markt speelt en die heel belangrijk is omdat dit als een goede support en resistance kan gaan dienen. Wat is de rode lijn die je ziet? Het rode lijntje dat je hier ziet is eigenlijk de weekly low en de weekly high. Dus hier zouden we eigenlijk een heel sterke support kunnen vinden en hier zouden we een sterke resistance kunnen vinden. We zagen op de 4 uur dat we ook gesqueezed werden door de 50 EMA cloud op de 4 uur uiteraard en dat we
daartussen die trendlijn zaten. Dus deze trendlijn was een heel belangrijke die we al enkele weken in de gaten aan het, of enkele dagen in de gaten aan het houden waren. Deze trendlijn werd ook mooi opgevolgd en de daily open die zat hier rond deze zone. Dus deze groene lijn die je ziet was de daily open en die bevond zich op, eens kijken, 26.102. We zaten toen nog niet in de Amerikaanse markt of de New York Open. Dus daar waren we naar aan het kijken. Dus we verwachten daar ook ergens dat we een aanval gingen zien. Wanneer we de liquiditeit hunter zouden opzetten, dan zagen we hier dat we best veel liquiditeit aan het oprapen waren om eigenlijk die liquiditeitszone te gaan verzwakken. In combinatie met de 50 EMA diende dat toch als een mooie resistance. Wanneer we gaan kijken naar, naar het verloop, dus hopelijk werkt hem, voilà, zagen we hier ook een mooie afwijking, dus dat we daar telkens gereject werden of afgewezen werden, maar dat we toch wel de intentie hadden om daarboven te breken. En dat is uiteindelijk wat er gebeurd is. En we hebben deze liquiditeitszone hier volledig opgeruimd die we zojuist zagen. Ik ga nog eens even teruggaan. Dus deze liquiditeitszone, eens kijken of het lukt. Voilà. Voilà, dus deze liquiditeitszone hadden we staan. En waarom had ik over die 27.000 gepraat? Omdat we hier met een weekly high zaten. Dus dat zag je hier heel goed, deze weekly high. We zaten hier ook met de weerstand van de average daily range. En dan zaten we hier met een high liquidity inefficiëntie. Dus deze high liquidity inefficiëntie zou dienen als een weerstand. Maar van boven zagen we dan ook wel dat we die 200 en die 200 en die 800 EMA hadden op de 4 uur. In combinatie met een resistance lijn. Dus wat zien we dat er gebeurd is? Deze liquiditeitszone is volledig opgeruimd. Dus wanneer we stoppen met terugspoelen, dan zien we ook perfect dat we deze liquiditeitszone hebben aangevallen en dat we momenteel tegen die resistance zijn aangekropen. Dus onze dynamic range analyzer die je hier ook ziet, dus deze, eens kijken, dat is nog aan het laden trouwens. Voilà, dus deze zone hebben we ook perfect getest. Wanneer we de liquidity hunter uitzetten, zie je dat hier ook heel mooi. We zitten nu boven een resistance level. Dus als we dit als support kunnen gaan houden en deze EMA's op de 4 uur kunnen gaan omzetten als een support level, zou het positief zijn. En we kunnen ook die old highs gaan testen. Dus wat is voor mij een old high? De old high zit momenteel in deze zone. Dus we kunnen van daaruit een retracement zien om dan eigenlijk een retest te hebben. Dus dat is voor mij op de 4 uur een hele belangrijke. Zit ook rond die average daily range en die weekly high. Dus we kunnen eigenlijk perfect zien dat we hier terug naartoe gaan om dan terug naar boven te gaan. En we zitten hier nog met een belangrijke liquiditeitszone, dus een high liquidity zone, die we moeilijk gaan kunnen doorbreken. Dit zijn allemaal high liquidity zones en dat is toch wel best stevig om die in één trek te gaan doorbreken. Wanneer we op het daily gaan kijken, en zien we dat we pal in de liquidity zone zitten op de daily. En dat we toch wel een mooie reactie hebben gehad op de vorige liquiditeitszone of de vorige inefficiëntie. Dus deze inefficiëntie heeft heel goed stand gehouden op de daily. En dan zijn we eigenlijk gaan doorpushen naar de 50 EMA van de daily. Dus hier zie je dat ook heel mooi. Ik ga even de liquidity hunter van ons uitzetten, voilà. Dus we zien hier dat we tegen de 200 aanzetten. En nee, de 200 niet, de 800 EMA en de 50 EMA. Dus daar zit eigenlijk die resistance die we zien in combinatie met die high liquidity zone. Dus dat is een hele belangrijke om rekening mee te houden. En wanneer we gaan kijken op de 3-day, dat is ook ons een heel interessante zone, zien we net hetzelfde. En we zien hier ook de 50 EMA die in het spel komt. En we zien hier een mooie retest die we gehad hebben. Dus we hebben hier een test gehad van onze oude high, die hier is gecreëerd op augustus 22, 14 augustus 2022. Hier hadden we een afwijzing waar we dan eigenlijk een nieuwe low hebben neergezet, waar de trendlijn mee gevormd is geweest. En dan zien we hier
En dat we hier een test hebben gehad in combinatie met de 50 EMA. Dus deze 50 EMA was een positieve test. En dan hebben we toevallig een heel mooi level bereikt waar we tegenop botsten. 31.000, een heel mooi rond getal. Toevallig market makers, denk ik. Hier 24.800, dus binnen die range zaten we. Dus twee mooie ronde getallen. Dus dit is market maker niveau. Weet dat er ook heel veel algoritmes getraind wordt, dus wees u daar bewust van. Maar nu hebben we eigenlijk een retest gehad van deze lijn die we hier hebben getest. De eerste keer een retest. En nu zien we dat we terug naar boven gaan. Dus dat is wel een heel interessante natuurlijk. Ja, voor de rest is dit eigenlijk het belangrijkste. We zitten hier op de weekly nog steeds boven de 50 EMA, of we zijn er toch boven aan het sluiten. We hebben binnen 5 dagen en 4 uur dat we de weekly afsluiten. En dat is eigenlijk het belangrijkste, dus dat we daar boven sluiten. Welke resistance hebben we nog? We zitten hier nog met een resistance van 28.819 in combinatie met een... een supply and demand zone. Dus deze supply and demand zone, die hebben we gehouden in combinatie met de neckline op de weekly. Dus je ziet hier heel mooi, ik ga even de indicators uitzetten. Je ziet hier heel mooi de neckline. Dus deze hebben we heel mooi gehouden in combinatie met onze supply zones. Hier is de supply zone, dit wordt een harde noot om te kraken. Daar zijn we al 3 keer afgewezen ondertussen. Moesten wij deze... de mandzone niet kunnen houden, dus die 25.871, dan is de kans groot dat we hier die high liquidity zone gaan testen. Die zit rond de 23.000. Die 23.000 die is hier al eens getest geweest, dus daarom acht ik het mogelijk dat we deze zone terug kunnen gaan aanvallen. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor Bitcoin. Waar maak ik me dan nog zorgen om, of waar zou ik dan nog naar kijken om te zien of het geen fake-out is? Ik zou vooral ook eens kijken hoe de dollar eruit ziet. En we zien hier op de dollar een afwijzing. Dus op de weekly zien we hier een mooie afwijzing, maar er is zeker een maar. We zijn hier ook een bearish engulfing aan het printen of een supply zone aan het creëren, wat zeker resistance zal teweeg brengen. En wanneer we enkele zaken gaan uitzetten, dus de price action indicator bijvoorbeeld, en dan zien we dat we onder... We gaan ook de supply and demand screen er even uitzetten, voilà. We zien dat we onder onze... onder ons resistance level zitten. Dus dat is wel positief. Maar wat zien we verder nog? We hebben deze trendlijn getrokken. En deze trendlijn, daar zijn we nu een retest op aan het maken. We zitten nog steeds bij lower highs. Dus deze high is telkens lower of lager. Dus dat is positief. Dat bevestigt dat we nog steeds in een neerwaartse trend zitten. Maar we willen deze trend volledig naar beneden gaan zien. En wanneer we onze high liquidity zones gaan aanduiden, dan zien we dat hier een high liquidity zone te vinden is. Dus volgens mij, die high liquidity zone, daar moeten we gaan opvullen. We zien ook als we de liquidity hunter opzetten, dat we daar eigenlijk een zone hebben gecreëerd. Hier hebben we een opening gecreëerd, maar hier ook. Dus deze zone kan zeker opgevuld worden en daarom kijk ik naar het 101 level. Wat is het belangrijkste om te doorbreken? Het belangrijkste om te doorbreken is eigenlijk het 101 level. Dus deze zone die we hier zien. Dus ik ga even onze indicators uitzetten. Dus deze paarse lijn, de 101.08, is de zone die we met een monthly close moeten doorbreken. Dus we moeten met een monthly close onder die horizontale lijn breken om eigenlijk een structuurbreuk te hebben en terug richting deze gele zone te gaan. En dat zou positief zijn voor risk on assets. Goed, waar kijken we nu heen? We kijken ook naar het volgende. Ik ga even de coins erbij nemen die interessant zijn. Ik ga ze wel bekijken op een hoger timeframe. We hebben ACT. ACT heeft een mainnet upgrade op 31 augustus, dat is verkeerd. Dus deze mainnet upgrade zal op 31 augustus plaatsvinden. En zoals je ziet, heeft het al redelijk wat hype gecreëerd. Zit er nog meer hype in? Dat zullen we wel zien. Maar we zitten hier met een heel interessant gegeven. We zitten hier wanneer we onze
Fibonacci levels gaan gebruiken, zitten we hier op de 50% move. Dus de 50% move van deze beweging zou ongeveer op 0,5098 liggen. Dus als we dieper gaan inzoomen op de weekly, gaan we eens kijken wat daar te zien is. Oké, kijk, we zien hier de highs. Dus deze high zou opnieuw geretest kunnen worden. In combinatie, we zitten hier ook met een inefficiëntie. We zitten daar met een vraagzone. Dus dat is super interessant om dat eens te gaan laten zien. Als ze me doet, tenminste. Soms is er te weinig data. Wacht, eens even zien. Voilà. Dus hier zitten we eigenlijk met een belangrijke support op 0,95. Maar ik denk persoonlijk dat we die highs kunnen gaan opzoeken. Die old highs die we hebben gehad. Dit is ook een resistance gebleken. Ik denk dat we daar een retest op kunnen gaan hebben. Rond een 0,59 sprak ik ook van op de weekly. Dat is exact het midden van deze beweging. Als we gaan kijken met een Fibonacci level. Voilà. En dan zien we dat dat ook de 50% zone is. Dus dat dat heel kort bij ligt bij die bullish order block of die vraagzone die er gecreëerd is. Dus dat is de belangrijkste. We zitten hier met een resistance level. Moesten we uitbreken, dan moet ik dat eens even bekijken. Ik kan daar een analyse van maken. En we zitten hier ook wel bij een versmallende... Allee, we zitten hier met kortere bewegingen, wat ook wel creëert dat we een opwaartse zone aan het creëren zijn met een opwaartse wedge. Dus dit is hetgeen wat ik momenteel zie, zoiets. Dus als we daar uitbreken, dan kunnen we hier naar deze zone teruggaan. Dus ik zou voor ACT zou ik een beetje opletten, ook al hebben ze een mainnet upgrade, opletten met deze coin. Dan zitten we hier met Opt Optimisme, Layer 2 protocol. Ik ben ook zelf bezig veel met fundamentele analyse, dus dat interesseert mij enorm, on-chain data ook. Maar waar gaan we nu naar kijken? Deze mainnet upgrade vindt ook plaats vandaag of morgen. Dus dat zou ook het een en het ander kunnen teweeg brengen. Wat zien we als we gaan kijken naar de Liquidity Hunter? De Liquidity Hunter, niet genoeg data waarschijnlijk. Dan moet ik eens kijken op een 3-day timeframe. Voilà, dat is al beter. Hier zien we eigenlijk dat er vrij veel supply zones gecreëerd worden. En dat er al een retest is geweest van deze zone. Eens kijken naar de price action indicator. We hebben nog niet veel data. Hè. We zitten momenteel boven de 50 EMA cloud. Persoonlijk denk ik, als ik kijk naar het level... dus dit is hier het equilibrium van de range. Dus dit is de resistance, dit is de support, dit is het equilibrium. Daar zitten we momenteel onder. Dus ik zou eerder kijken naar die 1,23 zone. Als wij de zone gaan bekijken aan de hand van de FIB levels, dan zien we het volgende. Eens kijken dat hier het 79% level zit rond die 1,2, wat ook een vraagzone is. Dus ik zou precies toch in deze zone optimisme proberen op te pakken en niet te veel hypen omtrent het mainnet lancering of de mainnet lancering. Dus als ik hier de indicators even uitzet, zou dit hier de zone zijn waar we naartoe kunnen gaan. We hebben hier wel al een mooie retest gehad van het 79% level, dus dat kan wel betekenen dat we deze call al hebben gehad, dus dat we eigenlijk te laat zijn. We zitten hier wel met twee resistance zones. Dus als we de Liquidity Hunter terug aanzetten, of Supply and Demand Screener terug aanzetten, en dan zien we dat we hier wel met twee vrij sterke resistance zones zitten. Moesten we daar doorbreken, dan kunnen we direct een stuk hoger gaan zien, en dan kunnen we van hieruit een 100% stijgen. Gaat dat daarom zijn? Ik denk dat niet. Ik denk dat we eerder lager gaan gaan en dat altcoins gaan bloeden doordat Bitcoin misschien hoger kan klimmen. Het zal een beetje van de reactie op de dollar afhangen natuurlijk. Waar gaan we dan nog naar kijken? Gains Network. Gains Network had een vernieuwde token allocatie. Of distributie. We zitten hier met lows. Dus we hebben deze low doorbroken. Een hele belangrijke om te gaan laten zien. Dus als we gaan kijken op de daily direct. Ziet je hier ook dat wij een...
dat wij een high liquidity zone hebben gecreëerd onderaan. En dus dat we wel met een bullish candle zitten nu. Maar we zien perfect op de daily, toevallig, dat dit onze zone is waar we weerstand vinden. Dit is ook een high liquidity zone. Als we gaan kijken bij de liquidity hunter, waarschijnlijk kijk. Dus daar zitten we nu tegen. We hebben ook nog afwijzing van de low. Dus ik zou daar ook zeker niet op inzetten. Ook al hebben ze hun tokenomics veranderd of aangepast om het te beter of interessanter te maken voor de community. Ik denk dat je best van deze afblijft. Dan hebben we nog de twee laatste, HBAR en DYDX. HBAR, ja, heel interessant. Interessant, hè? HBAR heeft, ja, het lijkt nu heel veel herrie. En we moeten ze één per één behandelen, de indicatoren. Maar wanneer we gaan kijken naar de 3-day, zien we dat we hier de optimal trade entry hebben gehad. Waarom heb ik die optimal trade entry eigenlijk aangegeven? Dat is puur omdat we hier een low en deze high hebben gehad. En wanneer ik hier de FIP levels dikker zet, zien we dat we hier de optimal trade entry gehad hebben. 79% level is bij ons de optimal trade entry en van daaruit zijn we hoger gegaan. We zijn hier higher highs aan het maken, we zijn hier ook higher highs aan het maken. Wat is nu het probleem? We hebben een token unlock die boven de 1% zit, wat een impact kan hebben op de prijs. Dus dit is misschien onze kans om terug lagere levels te gaan opzoeken. En waar zitten die levels dan? We hebben hier die high liquidity candles die hier door die wicks zijn opgevuld geweest. Dus daar is al een reactie op geweest. We zitten onder het 50% level van onze move die we hier hebben gecreëerd. Dus ik zou eerder hier naar deze inefficiëntie gaan kijken. En deze inefficiëntie die gaan we even aanduiden met de liquidity hunter. Deze inefficiëntie telt niet, want deze is hier. Ja, kijk, we worden eigenlijk perfect afgewezen op deze inefficiëntie. Deze inefficiëntie wordt opgevuld. Er is eigenlijk heel veel, heel weinig confluence om te gaan zien waar we kunnen instappen. Nog eens kijken met onze Dynamic Range Analyzer. Ik zou eerder, kijk, als ik hier onze tekeningen ga uitzetten, dan zien we hier dat 0.047 level is misschien wel interessant. Dus dit level kan zeker dienen als een nieuwe zone. En we zien hier wel, als we gaan tekenen, ik ga deze even wegdoen, zien we wel het volgende. En dat is misschien wel het beste om daarnaar te gaan kijken. Ja, we zien hier eigenlijk een support. Deze is in principe, wacht eens even zien. Ja, deze is eigenlijk doorbroken. Dus dit is eigenlijk een soort van trendbreuk die er gecreëerd wordt. Dus we kunnen hier wel lager gaan. Als we gaan kijken naar de supply and demand screener, waar zit die dan? Ja, ik zou op die 0.0509 proberen op te pikken. Maar ik denk persoonlijk, mijn gevoel zegt dat Hedwa Hashgraph nog wel mooie dingen kan doen. En dat we eventueel naar hogere zones kunnen gaan kijken die ongetest zijn. Welke zijn de hogere zones om naar te kijken? We moeten eerst en vooral de 50 EMA op de 3D doorbreken. En daar een close boven krijgen. Maar ik denk deze zone van 0.087, dat een heel mooie zone is om take profits te nemen. En dat zou een 53% hoger kunnen liggen. Als we dan gaan kijken naar DYDX, zien we vooral op het daily dat die in ranging zit. Dus we zitten hier met een mooie ranging en we hebben hier wel een paar uitschieters gehad. Maar als je het over het algemeen bekijkt, zijn we vrij zijwaarts aan het gaan. We hebben hier ook een retest gehad van deze demand zone in combinatie met onze support. Dus als we deze hier gaan afzetten, ziet je heel mooi dat we onze support hebben getest. Voilà. Dus hier hebben we perfect onze support getest. We zitten momenteel boven het equilibrium. Dus ik denk een test van de 50 EMA, dat wel een mogelijkheid is. Ik ga eens kijken of hier nog inefficiënties zijn. Ja, we zitten nu vol tegen een inefficiëntie aan. Dus deze inefficiëntie, daar moeten we voor opletten. Dat is onze resistance. En daar kun je gerust een horizontale lijn op trekken. Op deze, voilà. Dit is hier eigenlijk ons pivot point. Dan zie je ook heel duidelijk dat dat ons pivot point is. Dus daar moeten we boven sluiten. Boven de 2.24 moeten we sluiten. Als we daar boven geraken, dan denk ik persoonlijk
Ja, je ziet hier, de inefficiënties worden hier heel mooi opgevuld. Dan denk ik dat we hier wel naartoe kunnen gaan. Dit zijn eigenlijk ook inefficiënties, maar de oranje inefficiënties zijn eigenlijk high liquidity inefficiënties. Je zult zeggen dat die veel moeilijker te breken zijn, zowel resistance als voor support. En dus je ziet hier ook, de felgroene is een support inefficiëntie, dit is een resistance inefficiëntie, met een hoog volume. Dus deze lichtere zones wil zeggen dat die ook makkelijker te doorbreken zijn. Dus je loopt ook heel mooi samen met de 50 EMA. Als we die kunnen overwinnen, zou die 3.84 zeker een mooie zaak zijn. Waarom heb ik DYDX ertussen gezet? Omdat er ook een token unlock is geweest die best hoog zat op 3 punt, zoveel. Ja, dus DYDX moet je zeker in doog houden over de komende dagen. Er gaat een van de komende dagen een token unlock zijn. En dan is het misschien wel interessant om hem lager op te pikken. Maar ja, bijkomend wil ik er ook bij zeggen dat er nog heel veel tokens moeten vrijkomen voor DYDX, wat de prijs kan onderdrukken. En dus er is nog maar 20% in circulatie en daar moeten we wel rekening mee houden. Maar we zitten van hieruit een 71% hoger dat we kunnen gaan. En als we gaan kijken naar onze resistance levels, puur op basis van trendlijnen, wat we eigenlijk niet veel gebruiken, want dat is vooral voor de retail. En maar dan zien we dat we eigenlijk toch wel aan het squeezen zijn en dat we deze zones, ik heb dat nu maar rap getekend, maar dat we deze zones eigenlijk willen gaan doorbreken. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Heb ik nog iets te zeggen? Niet zozeer. Ik heb misschien nog wel enkele interessante on-chain data aspecten die ik wil aanhalen. Ja, ik ga even kijken naar de net unrealized profit en loss. Dus die wil ik even bij jullie overlopen. Voilà. Dus wat zien we hier? Hier zien we eigenlijk de net unrealized profit en loss. Wanneer we die gaan bekijken, zien we dat we nog steeds in de consolidatiezone zitten. Waarom noemen wij dat de consolidatiezone? Deze consolidatiezone heb ik hier in het verleden ook voor de Real Vision community gedeeld. We zitten hier telkens in die consolidatiezone. Dus, en dat duurt vrij lang. Dat is exact 1 jaar en 4 maanden dat we in die consolidatiezone zitten. Zowel hier, hier als hier. Gaat dat gebeuren? Dat weet ik niet. Maar als we die 1 jaar en 4 maanden uittellen, dan zouden we uit onze consolidatiezone kunnen breken in augustus 2024 na de halving. De halving is in april, dus het zou eigenlijk een mooie confluence kunnen zijn om eigenlijk die bullrun in te zetten. En dan gaan we telkens naar die groene zone. Wat daar ook heel belangrijk in is, is dat deze trendlijn heel mooi overeenkomt met de aftopping van de euforiezones of de greed zones. Dus als we daar naartoe gaan, naar die rode lijn, dan moeten we heel voorzichtig zijn voor Bitcoin om daar dan uit te schalen. De rode zone hebben we reeds bereikt, dus daarom dat ik ook denk dat we onze bodem hebben gezien. Als we nu gaan kijken naar de opvolging daarvan, en dan zien we ook nog steeds dat we binnen die consolidatiezone zitten en dat we de bovenzijde van die consolidatiezone nog niet bereikt hebben. Dus daar zitten we nog op een heel laag level, wat positief is als we hoger kunnen gaan klimmen en laag kunnen blijven bij de net unrealized profit en los. Wat zien we verder nog? We zien dat de exchanges op Bitcoin nog steeds afneemt. Dus de exchange balance van Bitcoin neemt nog steeds af. En het belangrijkste wat ik daaraan te melden heb, is dat in de vorige bullruns eigenlijk de exchange balance is toegenomen. Dit is eigenlijk de eerste slash tweede bullrun dat we een afnemend volume hebben op exchanges. Wat positief is, want dat kan de koopdruk sterk vergroten en de schaarste ook gaan vergroten in combinatie met de halving. En dus dit is zeer positief. We zitten op het laagste niveau sinds lange tijd. Sinds 2018 hebben we dat niveau niet meer gezien. Dus dat is zeer positief voor de volgende bullrun. En dan als laatste wil ik jullie dit nog meegeven. Voilà. Hoe zal ik het noemen? De clusters. De in-and-out around price indicator. Dat is een hele belangrijke, want dit laat zien waar mensen hebben gekocht en waar mensen in het verlies zitten. Dus de zones waar er bepaalde clusters zijn gekocht, hier zien we dat we 1,78 miljoen adressen hebben gezien waar 742.000 bitcoins zijn gekocht. Dus daar zitten echt een sterke clusters, maar als je die allemaal gaat samen
tellen. Ziet je dat er heel veel traders nu in winst zitten? Wat gaat zorgen voor een supportzone? Dus het komt ook overeen met onze high liquidity zones. En dus dat is een hele belangrijke. Onze resistance zone zal zijn rond die 29.252, die we ook op een weekly hebben laten zien. Dus hier gaat de resistance beginnen. Ik denk dat we nog een stuk hoger kunnen gaan. Dat is mijn mening. En we moeten wel de 200 EMA kunnen doorbreken op de daily. En we zitten daar ook met een resistance lijn. Maar ik denk dat we een beetje kunnen gaan terug retracen om een correctie te hebben, een faire correctie. En van daaruit terug sentiment of hype kunnen gaan opbouwen. Of prijsactie, beter gezegd, kunnen gaan opbouwen. Om dan deze levels te gaan testen hoger. Zodat we een higher high creëren in de prijsstructuur. Dat was eigenlijk mijn analyse. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik zou zeggen aan de nieuwe leden, welkom bij de community. En als jullie vragen hebben, laat het me gerust weten. Tot de volgende. Bye bye.